Welkom lieve vissen en crosswatchers en natuurlijk ook als jij zegt van hey, die titel die spreekt mij aan, dit zou wel eens mijn reading kunnen zijn, ook dan ben je van harte welkom. Ook alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert en of mijn manier van reading jou aanstaat. Vergeet je niet te abonneren, is gratis voor al mijn kanalen. Ik heb in totaal 4 tarotkanalen. En als je zegt van nou, ik vind het hartstikke leuk om naar jou te kijken, ik heb er wel wat mee of het resoneert. Vergeet dan ook niet jezelf te abonneren op die andere kanalen voor nog meer gratis readings. Ze staan hieronder, zodat je ook notificatie krijgt wanneer ik weer een nieuwe reading heb gepost. Nou, voor vandaag de tea leaves, voor het algemene gedeelte, de tarot om de verdieping in te gaan en de love oracle voor het liefdesstuk. Ook te kunnen bekijken voor onze lieve vissen. Wat mogen wij weten, spirits en guides? De meest belangrijke berichten voor de vis. Iemand die met de vis te maken heeft. Of als voor de mensen de titel resoneert of enorm aanspreekt. Ook dan ben je van harte welkom. Dan zou dit heel goed jouw reading kunnen zijn. Wat mogen wij weten voor de vissen? Gechanneld bericht voor de vissen. Ik voel dat jouw keelchakra moet worden gecleanst. Het kan ook zijn dat je een heel poosje al niet meer dingen hebt durven zeggen, uit durven spreken, uit angst, uit frustratie, je gevoelens opgekropt. Dat voel ik enorm, heel erg sterk in die keel. Het kan zijn dat je hoest, kan zijn dat er irritatie is, het kan zijn dat je een droge keel hebt. Blokkade op die keelchakra, laat die cleansen. Kan bij mij, kan ook natuurlijk dat je het zelf doet of bij iemand anders. Ik doe het op afstand. En dan kan je vanuit je gevoelens die je hebt, als je die uit, als je dat steeds vaker en vaker doet, dan komt daar geen blokkade meer op. Dus het kan zijn dat er wat angst zit. Of dat jij moeite hebt om jouw emoties of vanuit jouw ware gevoel dingen te uiten. Of dat je met iemand te maken hebt die dat heeft. Wat mogen wij weten? Algemene gedeelte voor de vis. Oh, deze. Vier stuks. Positie van autoriteit. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld ergens werkt, of dat je met een bepaalde instantie te maken hebt, of met een bepaald persoon met aanzien, een dokter, een advocaat, een gemeentehuis, of wat we dan voor instanties nog hebben. Iemand in een positie van autoriteit. En het kan zijn dat je daarom niet vanuit je ware zelf durft te uiten. Dat ik daarom zeg maar die blokkade op de keelchakra voel. Ik zie hier een gebroken brug. Dus er is zeg maar op een bepaald probleem is er op dit moment geen oplossing. En het kan zijn dat je ook heel veel tegenwerking ervaart of dat je het gevoel hebt van arme ik word alleen maar uitgedaagd, ik krijg alleen maar tegenwerking. Maar ik denk dat in je hoofd zit. Kan zijn dat je ergens werkt of dat je met een instantie te maken hebt en dat er wat miscommunicatie is, dat je denkt dat je tegengewerkt wordt of dat de ander jou niet helpt, is op basis van een misverstand. Dus sta open al voor dialoog. Misschien dat het misverstand uit de lucht geholpen kan worden. Wat mogen we weten op liefdesgebied? Het doet te veel pijn. Ik heb seksueel verlangen. Ik zou graag een kus van je willen. En wat zie je toch eigenlijk in mij? Dus het kan zijn dat iemand wat onzeker is in deze connectie, in de zin van wat zie je dan toch eigenlijk in mij? Iemand misschien met een laag zelfbeeld, of iemand die misschien jou nog niet zo lang kent en dat ze dan toch denken van, maar waarom is die vis toch zo geïnteresseerd in mij?
Er is iets wat deze persoon doet verlangen naar je. Kan zijn dat jullie misschien een platonische verhouding hebben. Dus dat er even afstand, afkoelperiode is. Het kan zijn dat je gevoelens hebt voor een vriend of vriendin. Maar als je elkaar ziet, dat je toch dat die verlangens heel erg opspelen. Of dat de een afstand neemt van de ander. Of jij dat nu bent of de ander, dat weet ik niet, lieve vis. Omdat er te veel gebeurd is. En dat een van jullie heel veel pijn heeft ervaren. En dat dan ook, zeg maar, het gevoel van zekerheid weg is. Wat mogen wij weten over die pijn en verdriet? Ja, met de wereldkaart. Er is een einde gekomen aan deze connectie. Of die komt wel dra als jullie al heel veel problemen ervaren met elkaar. Je verlangt naar deze persoon. Of deze persoon verlangt naar jou. Die kijkt naar de toekomst. En die wil graag die behoeften zien worden vervuld. Willen ook jou graag kussen. Met de magier kan het zijn dat ze naar foto's kijken. Dat ze aan je denken. En dat ze op die manier ook dan jou aan het manifesteren zijn. Maar tegelijkertijd kan het zijn dat ze niet begrijpen wat jij in hen ziet. En dat heeft te maken met een 9 van munten. Je bent zelfvoorzienend, je bent single, je bent onafhankelijk. Als je zo succesvol bent, ja, wat moet je dan eigenlijk met mij? Dus dat zegt eigenlijk genoeg over deze persoon. Dat zegt eigenlijk van deze persoon. Ziet jou, ja, die heeft jou op een verhoging geplaatst van een ideale partner. Maar wat doen ze dan daadwerkelijk? Ze plaatsen zich lager dan jou. En dat gaat laat of vroeg gaat dat opbreken in de connectie. Omdat je dan niet een gelijkwaardige connectie hebt. Hè? Dus pas op met deze persoon als deze persoon naar je toe wil komen om het toch te proberen. Wat mag ik weten over een advies, zeg maar, over deze persoon? Wat zie je toch in mij? Ja, deze persoon voelt liefde voor je. Wil die affectie, wil ook dat met je delen. Dus over de liefde hoef je niet te twijfelen. Kan zijn dat deze persoon wat verantwoordelijkheden heeft op familiegebied. Kan zijn ten opzichte van ouders, van kinderen. Houd daar rekening mee. Wat nog meer? En financieel gewin van iets wat al in de voorheen is opgestart, dat gaat nu lopen. Dus heb jij iets gecreëerd? Heb jij een tweede baan? Heb jij dat je heel creatief bent naast je werk? Kan het wel eens zo zijn dat je daar succesvol in gaat worden? Het advies. Wat is het advies voor de persoon die jouw pijn heeft gedaan? Of die jou ziet als iemand die hen pijn heeft gedaan? Ik heb jou los moeten laten om mezelf terug te kunnen vinden. Dus dat heeft misschien pijn gedaan dat jullie elkaar al heel lang niet hebben gezien. Wat nog meer? Die niet, deze. Ik ben geblokkeerd. Dat kan letterlijk zijn, die keelblokkade waar ik het over had. Het kan ook zijn dat je deze persoon hebt geblokkeerd op je gsm, op sociale media, noem maar op. En wat nog meer? No one understands me but you. Ja, niemand begrijpt jou beter dan ik. Gewoon omdat jullie meant to be zijn. Tenminste, deze persoon voelt een soulmate connectie. En ik ben geobsedeerd door je. Dat betekent dat ze dag en nacht aan je denken. Je niet kunnen vergeten. En dat ze toch graag een oplossing willen en toch weer naar je toe willen trekken.
Wat mogen we weten over die obsessie? Is dat een gezonde of niet? De 9 van zwaarden. Dus deze persoon ligt over je na te denken, kan moeilijk slapen, kan insomnia hebben, kan verdrietig zijn met de schildknaap van munten. Van ik heb de ware laten lopen, wat moet ik nu toch doen? En wat nog meer, deze. De 6 van zwaarden. Ik hoop dat ik toch in rustiger vaarwater kom met de vissen. Of degene met wie de vis te maken heeft. Ik heb je los moeten laten met de keizerin. Dus om mezelf te helen, eigenwaarde, zelfliefde. Ik voel hier zelfliefde en zelfrespect. Dus uit zelfliefde en zelfrespect heeft deze persoon jou los moeten laten. Ik ben geblokkeerd. Kan zijn die keelchakra of kan zijn dat je deze persoon echt geblokkeerd hebt. Deze persoon heeft het idee, want die kijkt hier uit een hoge toren van ik wil met de vis communiceren of de vis wil communiceren met deze persoon. En zoekt hier van hoog, hè, die kijkt van hoog naar beneden. Waar is die persoon? Ik wil graag het goed maken of ik wil graag terug contact. Maar ik zie niet hoe. Ik kijk overal, dus misschien dat ze in je naaste omgeving naar je op zoek zijn, omdat ze geblokkeerd zijn, hè, letterlijk en figuurlijk. Of ze proberen andere wegen te vinden om toch met je in contact te komen. Niemand begrijpt mij zoals jij. Dus die persoon voelt echt die close connectie. 4 van staven. Zij denken ook echt van dit is mijn persoon. De vis is echt mijn persoon. En dat wil ik zeggen, ik wil mijn excuses aanbieden, maar omdat ze je nergens kunnen bereiken, omdat je ze geblokkeerd hebt of vice versa, of omdat je niet meer daar komt waar je vroeger kwam, blijven ze in die impasse zitten met die gehangende, omdat ze gewoon simpelweg niet de kans krijgen om terug contact met je te krijgen. Dat is wat ik hier zie. Heel veel sterkte ermee, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Namaste.